in een auto steken. Je moet hem al vier uur brengen met de woorden, bazatse. En je moet hem al een keer binnen. Het is nog toe. Mens, ik werk in batterie met afstandsbediening. En soms een keer heb zonne energie, als voor weer. Ja, en dan doe ik nog in die office, hè? Merk je lief. Ja, dat is waar, pak ik je ook maar weg. Mag ik met het ding? En niet met post aan rekening. Zowel overdag als nachts. Heb je het ding? Kapper die die, stel ons aan, ten de beschikking, hè? Allee, sorry, Sissa. Zeg, stop. Hé, de les hier in de zak voor je, maar die twee gaan hier akkoord niet meer geven, nee? Maar die twee hebben gewoon hier een wokkels aan. Dat is hier eigenlijk dus van vandaag, zie je? Maar ja, madame, dat is hier die energie achter dan. Als je dan op rugtje bij, uw dochter gaat wel allemaal uitgaan. Zeg, en stel je voor niet dat we foto's pakken in het park. Hé? En toen, achter die foto's, een grote ceremonie. Zeg, dat gebeurde in mijn niet alle dagen, hé? Zullen we weer eens iets hé? Oh, mijn vriendje, mijn steun en toeverlaat. Zeg, hé, mijn vriendje? Ja, ja. Mijn nozen trouwboek, de Holstam. Mam, kijk, zie je dat? Ja, zeer wel dat ik dat zie. We kennen dat. Dag van Louis. Dat is het van goddeloos, hé. Spreekt die namen niet meer uit, moet dat niet meer worden. Ach, maatje toch. Wordt nog eens twee in de slaapkamer, hé. Ah ja, ik was over zijn computer en... Als ik zag uit van mijn beautyfarm, dan moet met die computer gebeuren, hé. Moet er van wie, we zijn weg. En weet je wat dat lust dan zei in de slaapkamer? Dat er hier was een vreselijk woordje te kopen stond. En Tom? Laat ze staan, hè. Staat je dat goed te kopen? We moeten daar nu niet meer over beginnen, hè. Wat doet? Allee! Al die gebouwen, een beetje restaureren en dat het perfecte schoonheidsinstituut. Oeh, en hoe ben je niet, hè? Ik heb dat briefje voor hem. Briefje, ja. Ah, ja, dat is juist een Louisje. Ik zeg me, Louis. Ja, dat weet ik. Dat volgende, ja. Ik heb wat vergeten af te geven. Een briefje voor jou, van je privéfacteur. Ik zeg, de facteurtjes kun je toch zo versleutelen aan de ene kant, hè? Waarom aan de andere kant? Toch hoe zo lief. Allee, ben te weer weg. Allee, zijn we precies, hè? Ja. Ik niet aan het dromen, joh. Wat heb je van een rabbi? Ja. Achter Louis en Vera. Hé! Hallo? Ben je drie, waar moet ik hier buiten? Nu is Bosco weer zelf gewoon. Hallo? Ja, hoorzaam. Ja. En mijn hosten verkloppen met mij naar dat boerderietje te dragen. Dat is wel een vrij grote skuur, wie weet. Je kunt dat direct computercursussen geven. Computercursussen? Pees je dat, hè? Ik pees dat, hè. Dat is dat niet wel zin, hè. Ik ben van eerst geraakt met het secretariat en zijn de boekeldingen van mijn beautyfarm. 50-50. Ah, maar ja, en moet je niet om een masker te zetten en zo'n komkommerskuur te zetten, voilà. Kom hier. Oh, mijn besef al, zoals zei hij. Want dat koppel kan helpen. Maar ze komt als zo goed over je. Dat is op mijn besef al. Wat hebben ze ziel, zei hij. Maar, ben jij echt goed nieuws? Ik wou, meisje. Ik wou. Wat is Kies? Wat? En dan hoe staat je toen aan dat kwafurken? Ah ja, maar dat is het al, hè. Punt achter een andere lijn. Ja, binnen, binnen bloed hebben we mannen en vrouwen. Maar tuurlijk, het is het mooiste wat dat er bestaat. Oh. Ja, zeg gasten, de auto's zijn hier, hoor, die hebben we wel een cafetari. Ja, Basiel, oh ja, ik wou dat ze goed maar aan begonnen, hè, aan die valies, die karton doen, die een omtreding. Ja, verschiet precies niet. Oké, okay. Later vandaag, hé, verschiet ik het niet meer. Oh, Basiel. Maar kijk hoe je zo bezig zie, en zo moet ik ook geen nieuwe start pakken. Ik zie kijk u nog heren weg. Zelfs de hoofd is die van. Wat? Wil je de hoofd even gerust doen? Wil je gerust doen? De hoofd is kieten, ik word niet van. Maar kijk, dan met mij dat en met een logo ook in. Dat je hier hoofd is kieten, hè? Dan nog een voorsmaak, kieten, hè?
Hé! Jullie dat hebben, dingen? Oui, hè. Maar? Daar is iedereen niet van, dat is hier allemaal geschieden. Nog minst of ze, nog minst of ze. Hé, wat jij de hens van koppen gezegd? Fasiel! Fasiel! Ja, 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 ben hier, ja, ja. Wie, ja. Je moeder? Ja, je moeder, ja. Ja. Wat is dat? Ja, zuster. Ja, is dat al. Oh, merci, hè. Ja, vroeger deed men de set dat in, uw vader zal er. Beste mensen, mag ik een David applaus voor Didier Pens Christ. Onze Gustav, lieve. Adrien, Evelien. De Basiel, Prins Bart. Vera, Jessica. En de Louis, Prins Simon. Onze regisseur, Prins Diego. De souffleuses, Saskia en Monique. De maquillage door Ilse. Het licht door Peter. De klank door de Bottensound. Ook niet te vergeten onze presentators voor de pauze. Prins. Prins. Pieter en Tom. Dit was Carnaval 2017. We danken jullie voor jullie aanwezigheid. Ik geef nu het woord aan onze schepende Lopke Maas. Dames en heren, dit was inderdaad Carnaval 2017. En ik denk dat we allemaal kunnen terugblikken op een geslaagde editie. Ik heb al heel wat mensen gehoord en gezien die het 2017 misschien wel een van de betere edities vonden. Je hebt het ook zo in de pers gelezen. Ik denk dat we het allemaal ook zo aanvoelen, dat het inderdaad zeer geslaagd was. Maar ik wil toch een keer benadrukken, vanuit de gemeente kunnen wij wel faciliteren. We kunnen zorgen dat er subsidies zijn, we kunnen zorgen dat er gebouw is, we kunnen zorgen dat er logistieke steun is. Maar natuurlijk, de drive en de dynamiek die er onder de vrijwilligers is, daar kunnen wij als gemeente niet voor zorgen. En ik denk dat het daarom zeer belangrijk is dat we verenigingen zoals Carnaval hebben. En vandaag, het is een beetje symbolisch, 4 maart start
van de Week van de Vrijwilliger. Hè. Ik denk dat we nog een keer extra kunnen benadrukken hoe belangrijk onze vrijwilligers zijn op onze gemeente. En ik denk dat carnaval hier in Hallegem toch wel een toonbeeld is van hoe vrijwilligers zich samen scharen om heel wat activiteiten. Want wij hebben niet veel verenigingen die zoveel activiteiten organiseren in een kleine 3 weken tijd. We zijn al aan het derde weekend toe. En ik denk dat we daar wel gemeend voor alle leden van de carnavalsorde, maar zeker ook alle vrijwilligers die samenwerken. Ik heb bijna een dampiekaar, alle vrijwilligers die samenwerken en die zich hun schouders gaan ondersteunen. Ik denk dat dit een dikke proficiat is. Dus een dikke proficiat aan alle leden van de carnavalsorde. Proficiat! Ik leg niet dan. Loepke, zie jij nu Popke? Wat moet nog meer zijn? Bedankt voor uw talrijke opkomst hier in Zwevenzele. En de groet aan Madeleine, mijn schoonmoeder, die toch van achterstel in haar voor zit. Die ook zo zei dat er goed ging voor een zon. En verder van de rest. DPO, de pot op, dank u.